krijgen heel vaak de vraag, Olaf en ik, hoe hebben jullie bedacht om naar Frankrijk te gaan? Of hoe is dat ontstaan? Hoe hebben jullie die beslissing genomen? Daar gaan we nog een keer een video over maken. Maar het simpelste antwoord, en ook het eerlijkste antwoord is, we hebben het niet bedacht. We hebben het serieus niet bedacht. En daar wilde ik het heel even over hebben. Terwijl ik vandaag even een fijne wandeling aan het maken ben. Want dit was weer zo'n week. Een paar dagen achter elkaar, dat zeg ik misschien wel. Van overthinking. Dat je zoveel aan het nadenken bent. En weet je, meer nadenken is in mijn ervaring nog nooit tot meer helderheid. Heeft nog nooit tot meer helderheid geleid. Meestal, als je meer gaat nadenken, wordt alles alleen maar ingewikkelder. Nou, zo'n week had ik dus. En toen zei ik, weet je, ik ga gewoon even wandelen, alleen. Want dan ga ik niet praten met jou, zei ik tegen Olaf. En dan ga ik gewoon even zijn. En meestal als je dan de stilte opzoekt en niet zoveel nadenkt, dan wordt alles heel helder, gaat alle ruis weg. Er is gewoon een moment geweest dat we in zo'n moment van rust en helderheid voelden, joh, hij is in Frankrijk. En dat plan hebben we gewoon serieus genomen en gezegd, zullen we gewoon net doen of het echt de bedoeling is. En we hebben een huis gevonden en toen zeiden we, zullen we het gewoon kopen? En toen gingen we met vakantie heen en toen zeiden we, zullen we gewoon niet meer weggaan? Want dat was het idee, het zou een vakantiehuis zijn. En in de tweede vakantie, na de eerste vakantie reden we naar huis en hadden we echt eens, nou, dat klopt gewoon echt niet. We gaan helemaal niet naar huis. En na de tweede vakantie, de eerste vakantie was herfstvakantie, de tweede vakantie was kerstvakantie 2018, reden we naar Nederland en dachten we, ja, we rijden echt de verkeerde kant op. En we hebben gewoon besloten om te gaan, zonder erover na te denken. Dat zorgde wel overigens voor een behoorlijke administratieve romslomp, aangezien ik mijn bedrijven in Nederland heb. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Daar kwam de overthinking van deze week ook vandaan, want dan krijg ik ingewikkelde vragen van accountants en zo. En dan denk ik, oh, ik wil gewoon lekker rustig wandelen en met verbouwing bezig zijn. Maar ja, weet je, meer nadenken leidt niet tot meer helderheid. En ik durf zelfs te wedden dat als wij meer hadden nagedacht, dan zouden we hier niet wonen. En dan zou ik nu niet hier wandelen. En er is een heel mooi boek, The Untethered Soul, door Michael Singer. En dat gaat eigenlijk over hoe wij ons als mensen zelf heel erg gevangen houden. In allerlei programmeringen, dingen die we voor waar aangenomen zijn, gaan nemen. Hoe we opgevoed zijn, allerlei overtuigingen. En eigenlijk, ja, dat is mijn overtuiging al sinds jaar en dag, is dat we vooral onszelf vasthouden in wat er wel en niet kan. En hij geeft een mooi voorbeeld op een gegeven moment over hoe je soms, hè, als mensen een hond hebben en ze wonen op een groot terrein, dat ze dan van die de hond zo'n zendertje geven en dan het terrein afbakenen met iets wat ze in de grond graven. En zodra die hond dan over die lijn gaat, krijgt hij een stootje, een elektrische schok. Waardoor die hond op een gegeven moment snapt van, ja, als ik daar overheen ga, dan is het onaangenaam. Daar voorbij wordt het oncomfortabel. Of op dat punt in elk geval is er niet heel veel wat mij uitnodigt om buiten mijn vertrouwde hok te gaan, buiten mijn vertrouwde kader te gaan. En dat is eigenlijk ook wat de ezel is het ermee eens. En dat is eigenlijk ook wat heel veel mensen eigenlijk doen. Je zit comfortabel binnen wat je kent, binnen de grenzen van wat je kent. En op het moment dat je aan de rand komt en je denkt, oké, ik kom nu aan die rand en ik ga nieuwe gronden verkennen, dan krijg je natuurlijk even een super oncomfortabel moment, want daar is het nieuw. En het is vergelijkbaar met dat schokje eigenlijk. En zover, het wordt zo, we programmeren onszelf dan zo dat het aan die rand zo spannend is, dat we op een gegeven moment vergeten dat er niet een echt hek staat. Dus we denken dat we buiten dat vertrouwde niet kunnen bewegen. Wij ook heel lang gedacht, maar we kunnen niet zomaar naar Frankrijk. En als ik dat heb, dan wil ik daar ook zijn. En dat kan allemaal niet, want we hebben, oh, er valt toen nog een baan in 2015.
ik had mijn bedrijven in Nederland en blablabla en de kinderen en school. En je vergeet, doordat je zo druk bent met de grenzen benoemen, vergeet je dat er niet eens een hek staat. En dat je er zo overheen zou kunnen stappen als jij zou beseffen dat het misschien even oncomfortabel is als je zo'n stap moet zetten. Maar dat er daar buiten weer een heel nieuw veld ontstaat. Waar weer van alles kan gebeuren waar je weer opnieuw comfortabel kunt zijn. En ik vond het een heel mooie vergelijking. Michael Singer, The Untethered Soul. Let me be your mind. Dear, we will find the beats for this dream. Not too far from the heart, there's a star, oh have me, as a reminder when it stings. When you're busy growing up, know that I'm right here. But everything is messed up, and it feels like no one cares. Turn this way. Busy growing up.